B.I.G., not limited to the sky. Minister Bruins was heel duidelijk. Hij wil niet betalen voor de anticonceptie. Sterker nog, hij vindt het geen medische noodzaak. Maar de eisers zeggen dat het een maatschappelijke noodzaak is. En dat verandert de zaak. Want het maakt dus niet uit welk ministerie het betaalt, als het maar gebeurt. Start de lobby. Welk ministerie zou de anticonceptie kunnen adopteren? Ik zou zeggen algemene zaken. Dat is toch wel een algemene zaak, hè, de anticonceptie? Dat bij uitstek een algemene zaak. Kijk, waar het mij om gaat is dat vrouwen niet meer kosten moeten hebben voor zorg en voor gezondheid dan mannen. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, het ministerie van Emancipatie zou een mooie tweede zijn. Of Defensie, baarmoeder beschermen. Wie weet, ja, altijd alternatieven mogelijk. Engelshoven. Ingrid van Engelshoven van D66, Emancipatie. Nou, ik zat zelf te denken aan Defensie. Die hebben toch geld over om raketten en alles te kopen. En ik zou zeggen, liever veilig in bed dan een nieuwe raket. Heeft u het idee dat het gewoon niet zo hoog op de agenda staat, omdat het voornamelijk mannen zijn? Nou, soms denk ik dat wel eens, ja. Omdat ze er gewoon niet bij stilgestaan hebben. Maar nou ja, dan komen ze nu van een koude kermis thuis. Want er zijn ontzettend veel mannen en vrouwen die nu zeggen, jongens, we moeten dat anders regelen. Het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Deelt u de kosten van anticonceptie? Ja, die heb ik vroeger altijd gedeeld. Echt? Wat netjes. Ja, maar dat is toch logisch? Nou, in heel veel gevallen gebeurt het niet. Maar als je van elkaar houdt, hè? Ja, ook een keer random iemand mee naar huis nemen. Als je een random iemand mee naar huis neemt, dan zou ik altijd vinden, als dan de vrouw of het meisje voor de anticonceptie betaalt, dan mag je verwachten dat de jongen het eten betaalt. Dat is toch wel, ja? Ja. Maar bent u voor het feit dat anticonceptie gratis beschikbaar wordt? Nou, daar is wel veel voor te zeggen. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal abortussen, als je dat naar beneden zou willen brengen, dat lijkt mij heel goed om dat naar beneden te brengen. Maar eerst moet de rechter dan maar spreken. Nou, we zouden ook een stapje eerder kunnen zijn natuurlijk. We hoeven niet te wachten op de uitspraak om dit soort beslissingen te dat maken, waar, toch? Dat is waar. Jullie kunnen het voor elkaar boksen. Wij hebben gewoon macht. Ja, precies. Ja, het is echt shocking. Ja, en misschien zou het wel bij sociale zaken kunnen in plaats van bij VWS. Ik ga erover nadenken. Je gaat erover nadenken? Ik ga erover nadenken. Hoe lang duurt dat gemiddeld? Nou, half jaar. Halfjaartje, oké. Okay. Nou, halfjaartje. Ik ken ook mensen die celibatair leven, die gewoon nooit de liefde hebben bedreven. Dat is ook mogelijk. Dat is ook mogelijk. Keuze. Beste vorm van anticonceptie. Ja, dat lijkt me wel saai. Ja. Hey, tot ziens. Dank u wel. Not B.I.G., not limited to the sky.